Ik ben er heel erg blij mee. Ik ondersteun het met hart en ziel. Er werd net iets heel moois gezegd, namelijk dat kinderen een soort identiteit krijgen door het muziek maken. Je wordt trots ervan. En het is, ik kan me dat zo goed voorstellen, want ik had dat ook. Ik was op de lagere school een beetje een sukkeltje. Ik werd enorm gepest. En nou ja, een beetje zo'n underdog figuur. Totdat ik ontdekte dat ik piano kon spelen. En hoe ontdek je dat nou? Doordat er stond een hele oude piano op school. En de leraar die deed zijn lesje tijdens het speelkwartier. De kinderen gingen naar buiten. Maar ik bleef luisteren bij die leraar. En ik was helemaal betoverd door het feit dat je dus muziek kunt halen uit een, nou ja, zeg maar een houten kist met snaren. Meer is het natuurlijk niet. Het was ook nog een slechte piano. En die man speelde ook niet zo heel erg goed. En toch was ik betoverd. En toen ben ik uiteindelijk, na heel lang zeuren, heb ik pianoles gekregen van mijn ouders. Want die zagen het eigenlijk niet zitten. Maar toch gedaan. En die man heeft ook erg op aangedrongen, die leraar, bij mijn ouders. En vanaf dat moment ging ik groeien. En was ik niet meer het sukkeltje. En was ik één keer het jongetje met talent. En ook op de middelbare school. En zo is het doorgegaan. En dat was echt mijn reddingsboei. Dus ja, ik persoonlijk heb haal heel veel geluk uit het muziek maken tot op de dag van vandaag. En dat wens ik gewoon iedereen toe. Dus ik vind dat gewoon, je hebt heel Holland bakt, hè, maar heel Holland moet gewoon muziek maken.